Er was eens een vrouw. Geschreven door The Short Stories. Er was eens een vrouw. Ze woonde in een mooi, groot, afgelegen huis met een grote tuin, waar haar hondjes rond konden rennen en konden spelen. Ze was een buitenmens. Ze was altijd bezig in haar tuin, genietend van de zon. En als het regende, las ze boeken op haar veranda of haakte ze een nieuwe trui of sjaal. Ze was gelukkig, gelukkig, alleen, zelfstandig. Ze had niemand nodig. Behalve haar geliefde hondjes. Ze had geen kinderen en miste dit ook niet. Dit was haar keuze. Ze was altijd al zelfstandig geweest, wou alles altijd zelf oplossen, maar kon wel om hulp vragen als dit nodig was. Zo was ze opgegroeid. Alleen, zelfstandig, al op jonge leeftijd. Als enig kind met twee hardwerkende ouders stond ze er vaak alleen voor. Maar dit heeft haar gevormd tot wie ze was. En daar is ze altijd dankbaar voor geweest. Haar ouders overleden al vroeg. En de vrouw had een grote erfenis gekregen, waaronder haar prachtige huis, waar ze sindsdien woonde, en helemaal haar eigen plekje van had gemaakt. Op een dag zat er een brief in haar brievenbus. Dat was wel vaker zo, maar deze zag er bijzonder uit: goudkleurig. En haar naam stond erop geschreven met sierlijke letters. Ze liet de brief een paar dagen liggen en was al vergeten dat ze deze gekregen had, tot op een dag de deurbel ging. Toen ze opendeed, stond daar een man in een mooi donkerblauw pak. Dag mevrouw, heeft u de brief gekregen? vraagt hij, wanneer ze de deur opent. Eh, uh, hallo. Welke brief? En wie bent u? vraagt de vrouw. Leest u eerst de brief maar, en wanneer u erover uit bent, belt u dit nummer, zegt de man. En hij geeft haar een kaartje. De man stapte weer in de auto en reed weg. De vrouw ging op zoek naar de brief. Maar deze was onvindbaar. Ze wist zeker dat ze hem niet had weggegooid. Na dagenlang zoeken gaf ze het op en belde het nummer die ze gekregen had en op het kaartje stond. Ik kan de brief niet meer vinden. Ik ben bang dat ik hem per ongeluk heb weggegooid. zegt ze, wanneer de telefoon opgenomen wordt. Blijf doorzoeken, Janine. Deze brief kan uw leven veranderen. En de lijn werd verbroken. Voor het eerst voelde ze zich weer afhankelijk. Wat stond er in die brief en wat was er zo belangrijk? Haar leven hoefde niet te veranderen. Ze was gelukkig zo. Of was dat wat ze zichzelf voorhield? En miste ze wel degelijk iets in haar leven? Het loslaten lukte niet, ook al deed ze zo hard haar best. Ze besloot nog een paar dagen door te zoeken en vond de brief uiteindelijk terug, achter de kast op de veranda. De brief moet erachter gevallen zijn. Nog niet eerder was haar nieuwsgierigheid zo groot geweest. Ze nam plaats op haar veranda in het zonnetje en opende de brief. Het was een uitnodiging. Voor een diner. Met een dresscode. White tie. En er zat een menukaart bij. Vijf gangen. Kunnen we u verwachten? Er staat een ander telefoonnummer bij. Ze besluit het nummer te bellen en te vragen waarom ze zomaar voor een diner wordt uitgenodigd en met wie ze aan tafel zal zitten. Ik kan u alleen garanderen dat als u komt, er leuk gezelschap zal zijn en alles voor u geregeld is. Dus, wat wordt het, mevrouw? Vraagde de man. Ik kom, antwoordde de vrouw. Die vrijdag stond het diner gepland. Ze werd opgehaald door een taxi. Met gezonde spanning zat ze in de taxi onderweg naar het diner. Het diner was in een chic restaurant. Het leek erg exclusief. Twee andere tafels waren bezet. De tafel waar de vrouw naartoe werd begeleid, stond in de hoek van het restaurant. Plek voor twee, zag ze. Ze nam plaats en wachtte gespannen af wie er bij haar zou komen zitten. Er werd alvast een fles water op tafel gezet en ze nam vast een slokje. Daar kwam hij aan. De man die haar had uitgenodigd. Net als de man aan haar voordeur was ook deze man strak in pak. Hij droeg een donkerblauw-grijs pak met een bijpassende stropdas. Dag Janine. Wat fijn dat je gekomen bent. De man gaf de vrouw een hand en nam plaats tegenover haar aan tafel. Je vraagt je vast af wie ik ben en wat je hier doet. Neem eerst wat te drinken. Wat wil je hebben? De vrouw bestelde een rode wijn, en de man nam hetzelfde. Janine, ik heb je uitgenodigd, omdat ik denk dat wij bij elkaar horen. De man keek haar diep in haar ogen aan. Wat bedoelt u? Hoe kent u mij? Wie bent u? vroeg de vrouw. Carlos, herinner je me? vroeg de man. Carlos, herhaalde de vrouw stom verbaasd. Je bent nog even mooi als vroeger, fluisterde hij over tafel. De vrouw bloosde en honderden herinneringen kwamen terug. Carlos. Haar enige jeugdliefde ooit. De enige man in haar leven die ze ooit had vertrouwd. Hij ging op reis en ze had hem daarna nooit meer gezien of gesproken. Gebroken bleef ze achter, zichzelf beloofd nooit meer afhankelijk te worden van een man en van zichzelf te houden. In plaats van te houden van een ander. Haar eigen leven op te bouwen, zonder geliefde. Niemand wie haar overnieuw kon kwetsen. Nu zat ze weer bij Carlos aan tafel en voelde ze voor het eerst in al die jaren een gevoel van vertrouwen, warmte, iemand om iets mee te delen. Misschien had de vrouw toch meer gemist dan ze zelf in wou zien. Het duurde een tijdje voor de vrouw zich kon openstellen, maar het eindigde in een gezellige avond met veel wijn en lekker eten. De taxi arriveerde en bracht de vrouw weer terug naar huis. De volgende ochtend nam ze haar koffie weer mee naar de veranda in de zon en stelde zich voor dat er iemand bij haar zou zitten op dit moment. Iemand, of beter gezegd, stel dat hij hier zou zitten, zou ze dat willen? Die middag ging de bel en lag er een grote bos bloemen op de deurmat. Er zat een kaartje aan. Deze was ik je vergeten te geven. Ik hoop dat je ervan geniet. Zien we elkaar nog een keer? C. Ze glimlachte. Al die jaren was ze alleen geweest. Gelukkig, maar wel alleen. Ze heeft van zichzelf leren houden. Voor zichzelf leren zorgen. Misschien was het nu tijd om haar geluk Liefde en leven te delen met iemand die het waard was. Misschien was dat Carlos, misschien ook wel niet. De tijd zou het leren. Maar ze stond ervoor open en was nu sterk genoeg om op zoek te gaan naar nog meer geluk. Wil je de tekst nog eens rustig nalezen? Klik op de gratis link in de beschrijving en download het verhaal in PDF. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. En als je de video leuk vond, laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken en luisteren.